Hallo dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar Elze's Wereld. Vandaag ben ik niet alleen. Ik heb 3 vrienden vandaag op visite. Nou ja, ik ben nu zelf op visite eigenlijk. Namelijk, ik heb hier Elwin. Hallo! En Mark. Hoi. En Ramona. Hey. En we gaan een spelletje spelen, namelijk, en jullie kennen het vast wel van de vorige keer, de Bean Boozled Challenge. Dus laten we maar snel gaan beginnen en kijken wie er heel erg veel pech zou hebben tijdens het spelen van dit spelletje. Oké, nu moeten we gaan bepalen wie er als allereerst gaat draaien. Jij hebt het draaischijfje in je handen. Nee, oké. Wie moet er beginnen? De oudste. De oudste natuurlijk, is altijd. Nou, dan mag jij gaan draaien, El. Waar zit dat gekke ding? Zet El in. Hier. Hebben we het? Ja! Ja, is goed. Paars. Ja, nee. Zou je namelijk heel goed die, ja, die gekke bek van jou doen? Hij vindt ook echt gewoon alles lekker. Waarschijnlijk is het die Zwitsel dingetjes. Dat kan niet. Klaar, want dat is de witte, toch? Dan, ja, moet, je, dan moet je die spier wit hebben. Dan moet je echt deze hebben. Ja, dat was, wat is dit dan van die dan? Ja, ik weet niet welke jij hebt gepakt. Was het lekker? Die lichtgroene. Ja. Dat is... Wat smaakt het? Ja, ik vind het moeilijk om ergens op te... Limoen? Is het limoen? Nee, die andere dan waarschijnlijk. Dan is het juicy pear. Ja, dat is het. Ja, dan gewoon een beer. Oké, Mark. Mark! Iets als stijf als een hark. Mag ik dat ding? Tuurlijk mag dat ding. Ik kijk niet eens wat het waard. Je hoofd. Wit. Oké, dat is dus babydoekjes of kokosnoot. Dus succes, pak ik. Graag ogen dicht. Ogen dicht en dan ga je. Ja. We hebben nog een witte. Oké, kokosnoot of babydoekjes? Oh, van kokos vind ik echt heel vies. Babydoekjes. Hey. Lekker? Ja. Beter dan die kokos. Ik durf niet. Oké, gaan we met de klok mee? Ja, ja, jij bent. Want dan ben ik. Ja. Oh jee. Oh jee. Oh. Oh, liefst. Nee! Dit is kots of persik. Oh. Waar is mijn servetje? Ja, die ligt hier. Maar we gaan even flink... Die heb je niet meegenomen. We gaan wel flink inzoomen natuurlijk. Want dat is hartstikke leuk. Ik heb geluk. Damn it. Wat ik heb persik, yay! Dat doe je maar net als ik die wel heb. Oké, de oranje, kots of persik. Zal het zien? Ik hoop persik. Oh! Nou, en dan is onze Ellie weer aan de beurt. Maak weet je nog van deze. Oh ja. Groen. Ja. Weer groen. Tenzij je kots lekker. Voor mij hetzelfde! Dan heb je geluk. Dank je. Mark. Oh, bah. Wat? Die kleur al. Snoddenbel. Oh ja. Wat zou dat worden? Zo, gadverdamme. Wat heb je? Wat kan dat wezen? Ja, ik weet niet welke groene je hebt. Je hebt 2 verschillende soorten groenen. Je hebt lichtgroen of donkergroen. Boeken of juicy pear. Wat is... Die andere groene is limoen of gras. Nee, gras denk ik dan. Heb je gras? Die had ik niet. Ik had die met pikkels. Ja, dan moet je wel nieuw draaien. Ja. Ik had die met pikkels en dat is boekie of... Boeker of juicy pear. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet wat Boeker is, maar ik denk dat dat nou, was. Dat is snot. Oh, nou ja. Hij smaakt wel hetzelfde als normaal, ja. Oké. Oh, wat spannend. Oh, Elze! Wat wordt het? Oké, dus kokosnoot of baby wipes? Oh. Ik weet het even niet hoor. No. Ja, baby wipes geloof ik. Dat verschil moet je toch wel proeven. Nee, ik aan wel, ja. Blijkbaar, baby wipes. Dan zijn we baby wipes met kokosgeur, weet je wel. Ja joh, dat kan ook nog. Oké, nu. Ramona. Wat wordt er? Oh, hier, oh, ja, oh, ja, is het duur. Ik ga je meteen daar, komt er zin in. Oeh, spannend. Oh. Oké, okay, dat is duidelijk gehad. Cool! Oeh, Ramona. Ja, kijk, is daar de camera? Yeah.
Dat op je liever eerst een beetje aan het eten bent of zo. Ja, dat doen we ook echt iedere dag. Je mag hem uitspugen, hè, als je hem te vies vindt. Nee, dan slik, nee. Ik slik hem aan het worst, ik het gewoon te eten in. Ik weet helemaal niet eens welke kleur je vast had. Oh, blauw. Dat is blueberry of tandpasta. Nee, dat is blueberry. Nou, dan heb je geluk. Nou, hoewel tandpasta ook niet zo vies is, hoor. Mark! Ja. Ook blauw? Ook blauw. Nou, tandpasta of blueberry? Tandpasta. Lekker? Ja. Ja, ik vond hem ook niet vies, ja, toen ik hem had. Ja, maar een stondige poes voor vandaag. Iedere dag een snoepje en het is weer goed. Laat ik er nou eentje krijgen die ik nog nooit heb gehad ofzo. Ja. Dan moet je paars hebben. Ook groen. Wat voor groen? Volgens mij is dit gras of niet? Wat saai. Gras of limoen? Saai. Ja. Dat is toch die? Ik heb gras, geloof ik. Het smaakt ook naar die veertbeetje. Oh, maar wel met die hoeveel bedoel je stippen? 7, 8, 9, 10? Ja. Ik denk 7. Oké, ik heb een grassnoepje, jongens. Yay, hey baby! Oeh! Ah! I wanna know if you be my Mona. Oh nee. Nou ja, sorry. Wat ga ik. Oh, spannend. Oh, wat zal ze kiezen? Oh, wat wordt het? Wat is dat? Dit, maar het is een beetje geelachtig. Dan heb je denk ik of Tutti Frutti. Nee, wacht. Ik weet. Nee, wacht. Rotte ei of beboterde popcorn. Oh, dat is ook zo. Rotte ei. Ik durf niet. Ja. Gewoon slikken. Hup, dingen. Eerst pak ik kou, anders proef je het niet. Ja, nee, die is echt gehoord. Niet doen hoor. Nee, die hoeven we niet, nee. Ik zeg je wil je. Ah, gaat weer niet. Goor, ik zweer het. Nee, die moet je niet doen hoor. Ah, nee, die is echt nasty. Ik zweer. Nee, leg hem even op het servetje. Ah, ik krijg die nasmaak gewoon hier weg. Groen. Groen, wat voor groen? Baba. Hey, doe eens luisteren. Leuke groen. Oh, mensen. Babydoekjes! Nee, dat kan niet, want dat is de witte. Cirkel! Oh nee, ja, het is hier iets chemisch. Volgens mij dat je allemaal babydoekjes. Hé, laat even een oké! Kan je die niet gewoon op een statief zetten ofzo? Mark, jij bent! Nou. Een bruine zeker. Ja. En dat is chocolate pudding of hondenvoer. Hoi! Oh, alweer! Oh. Of niet? Je hebt trouwens weer hondenvoer krijgt. Ja, hondenvoer. Woef woef. Ga je al woeven? Ja, joh. Ga je al woeven? Blok van die gat. Who let the dogs out? Woef, woef, woef. Oh, die was er goed. Ja, waar is mee? Geller. Ja, ja, ja. Oh, dat wordt spannend. Ze gaat kots rapen. Oh, weer. Is dat weer, hè? Babydoekjes of kokosnoot? Saai. Kokosnoot. Kijk. Gadverdamme. Ja, dan word je echt helemaal gek als je dit voor terug en krijgt alle kanten op. Tandpasta. Oké. Maar dit is kindertandpasta. Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Daarom is die ook niet vies. Oké. Ellie! Ja, ik ben blij dat je aandachtsmaak hebt. Wat, groen weer? Wat heb jij toch met groen? Nou, dat is vast geen babydoekjes. Juicy pear of limoen? Limoen. Oh. Ook lekker. Kijk uit, maloot, een kokosnoot. Welke heb je? Roze. Oh, dat is of stinksok of tutti frutti. Nee! Allebei vies. 2 euro. Ik snap hem. Ik snap het niet. Nee, maar zijn we er 12? En welke heb je? Stinksok of tutti frutti? Tutti frutti, want anders zijn het wel hele lekkere sokken. Goeie. Ja, Elze. Die zit er niet in. Helaas, er zit geen bierboom tussen. Nee, nou, je dronken worden. Ook geen rumboon. Dit is denk ik
Met boter de popcorn of rotte ei, denk ik. Nou, rotte ei moet je echt niet hebben hoor. Alsjeblieft, de rotte ei, alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Rotte ei! Ja! Ja, ik zei het al. Dit is echt goor. Ze bijt gewoon in één keer gewoon op. Ik doe dat echt niet hoor. Ramona! Maar dan heb je het wel meteen gehad. Ja, dan komt die smaak, want die smaak gaat niet weg uit je mond. Vies is, die zijn leuk. Oké, als nu ik ook zo, dan ga ik echt over mijn nek. Dat vind ik echt zo goor. Wie? Ja, dan mijn babydoekjes, hè? Ja. Of ruiken. Volgens mij is kooknoot. Ja, dat kun je aan de buitenkant niet ruiken. Dat is het gemene juist van die bonen. Je weet het pas als je hem kapot bijt. Als je een boon heel doorslikt, dan weet je nooit of je de vies of de lekker hebt gehad. En? Ja, je mag hem uitspugen, hè? Welke had jij, Elwin? Je deed zo snel dat ik de kleur niet zag. Oh, die groene weer. Helemaal vergroend. Ja, ik vind dat niet leuk. Dat ja, niet ontgroend, maar... Je nee, moet okay. ook andere dingen, zodat je de lul kan wezen. Ja. Oké. Okay, kom, ogen dicht, dan geven wij er aan jou eentje, ja? Ja. Ogen dicht. Jij gaat me zeker een hele vieze pakken. Nee, niet die ergste. Nee, welke is de ergste volgens jou dan? Die van je kots. Ja, ja, ja. Ogen dicht, hè? Ogen dicht. Potten ze in je mond? Wacht, komt u niet van het vetje? Nee, tuurlijk. Nee, joh. Dat... Doe jij hem in zijn mond, want dan wil ik niet dicht in de buurt komen. Ja, straks zitten je vingers ertussen. Wat heb je? Wat? Hij vindt alles lekker volgens mij, hoor. Oh, krijg die volte. Hij vindt het gewoon lekker. Ik weet het niet. Hebben jullie nou roze gegeven? Want roze is Tutti Frutti. Volgens net mij het zou het moeten ook. Zijn, maar ik vind het niet vies. Nee, dat had ik net dus ook, want Tutti Frutti was het ook niet echt. Oké, okay, ik heb wel het idee dat die tampen zijn mond even op mijn mond op. Oh ja, maar niet kijken, net dat doe ik nu even mijn ogen dicht. Ik weet helemaal niet welke je pakte. Ik ook niet. Volgens mij een gele. Kijk uit, man. Dit is Tutti Frutti, geloof ik. Oh, en die vond je ook niet lekker, toch? Nee. Maar beter dan die stinky socks. Nee, geloof me, die zijn echt vies. Zoals je een stinksok ruikt, zo proeft hij dan precies. Ja, maar zo had ik het ook en ik voel me dan niet zeggen. Nog twee persoontjes doen we. Elze. Oh, wat wordt het? Oh nee. Een kotsding. Nee, stinky socks of Tutti Frutti. Ah. Tutti Frutti. Yay. Damn net. Oké. Okay. Ramoontjes afsluiten. Oh. Gaan we rabbelen. Weer witte. Ja, je mag een, anders pak je toch een andere. Mag je een andere? Ja. Ja. Omdat de laatste is. Nee, ik wil geen voltaai. Ik weet het. Nee, deze heb nee. Je mag een andere, nou ja, dat jij dezelfde pakt. Dat is wel erg dom. Het is ook niet een buitje. Ja, ik proef nou dat het goddaai is. Ik hoef het daar niet. Ja. Mag ik nou een andere? Want het stinkt. Nou, wil je een appelstel snoepje pakken? Nee. Oh, mensen. Nou, dit was dan het eerste stukje van de Bean Boozled. Ik heb het nog nooit zo lang doorgespeeld. Nee, daarom. Ja. We gaan verder met de tweede ronde van de Bean Boozled Challenge. Oké. En wie gaat er als eerst? Nathan. Ja, die is nieuw. Wat is dat dan? Die is nieuw. Je moet gewoon een snoepje pakken in je bek houden, kijken of die smerig is of niet. Is dat alles? Ja, ja, dat is alles. Blind pakken, dus dat betekent zonder ogen te gebruiken. Maar is het hier toch even? Ja. Oké, okay, wel eerst de kleur laten zien. Jij hebt een blauwe. Je hebt een blauwe. Dat is of tandpasta of blueberry. Je mag je ogen wel open doen, hoor. Ja, nu mag je hem wel open doen. Oké, okay, neem dan in. Ja, ik ben doof, maar ik kan je ogen wel gebruiken. Doe eens zachtjes of zo, daar zo. Nee, ik sla hem in de kamerpan. Mooi. Ga verrassen door. Ja, wat is het? Tandpasta of blueberry? Dat duurt lang voordat je dat weet. Ja, wacht maar. Tandpasta, duidelijk. Ja, vind je vies? Nee, deze is wel lekker. Nou, nee. Mark. Doe je best. Ik heb een groene. Een groene? Oké. Okay. Dus dat kan zijn? Dat kan zijn of gras of limoen, of snot of juicy pear.
maar dat is een lichtgroene, zonder pikkels. Oh, dat is, dan heb je limoen of gras? Limoen. Nou. Dan heb je mazzel. Zeker weten dat er in zat. Dan is nu mijn beurt. Ik had er straks hondenvoer, was ook best lekker. God. Nee, ik ben dat wel gewend om te eten. Ga het maar voor. Oh, nou, tandpasta of blueberry? Tandpasta. Hetzelfde als mij. Eigenlijk zou Elvin er moeten, maar die is aan het assisteren in de keuken. Nou, dit noem ik niet assisteren wat ik nu hoor. Nathan, we zijn aan de beurt. Daarna ben ik weer. Of Ramona, kom jij eens hier? Ja. Nee. Ja. Nou, Elvin. Ja, Elvin die is gewoon gevlucht omdat het zo'n homootje is dat hij niet durft. Oké, welke kleur? Gespikkeld. Oké, je hebt nu of kots, ja, of perzik. Je mag hem uitspugen als je hem echt heel vies vindt. Kots. Zo. Smaakt het ook echt naar kots? Ja, echt, absoluut. Welk hartje? Kots. Ja, kots. Ja, maar was die niet zo lekker, Nathan? Welke kleur is dat? Dat is oranje. Oranje gespikkeld met rode spikkels erop. Oh, dat is vomit. Ja. Nou, dat ben ik. Welke heb je? Nee. Oranje gespikkeld. Kots of persik? Denk persik. Nou, dat lijkt me dan wel. Maar die kotse koeien wel, hè? Dat is echt gooi, hoor. Ja, goed. Ik had er net een grassnoepje, dat was ook heel vies. Maar ik at hem vreemd genoeg wel weer op. Joh, ik heb tot nog toe alles opgegeten. Alweer, zal ik gewoon. Ja, leg maar even terug. Ja, ik pak me gewoon anders, is niet leuk. Ja, zo wit of zo. Nee, iets. Iets nog. Die is er met ja, die is leuk. Dit is. Of kokosnoot of babydoekjes. Oh ja, kut, dat was de verkeerde. Kokosnoot, maar ik vind het niet lekker. Nou, dan spuug je hem uit. Dat mag, hè? Nee, dit is niet kokosnoot. Dit is rotte ei. Er is één snoep, zeg maar. Dat is of beboterde popcorn of rotte ei. Dit is rotte ei. Lekker spelletje, hè? Nou, Nathan, nou ben jij weer. Nou, ja, jullie moeten zometeen nog eten. Ja, jij ook, maar niet hier. Weer een gespikkelde. Ja, je mag hem terugleggen, want je had hem de vorige keer ook. Nee, dat was een andere, toch? Ja, dat was een andere. Oh. Oké. Fruity of stinksokken? Ja, stinksokken ben je wel gewend in je mond. Goh, je mag hem uitspugen. Dat waren echt stinksokken. Godverdomme. Echt sokken die al minimaal 3 maanden aan zijn geweest of zo. Wauw, die vind ik ook. Nou, dan pak je hem expres. Pak hem dan. Dat is pak deze. Nou, doe maar stinksok of tutti frutti. OB als je nou tutti frutti hebt. Denk het wel. Nou, dan pak je er nog geen verdomme. Hij is erop uit, jongens, om stinksokken te krijgen. Gedurfd hoor, heel gedurfd. Vies, hè? Heb je hem? Nee. Echt niet? Nee. Verdomme, hij neemt er 2 en hij heeft allebei tutti frutti. Ja, dat is echt nasty. Is gelijk op. Ik heb al die gespikkelde nemen, maar dat is ook niet goed. Ik ben dadelijk niks meer over, dat is niet leuk. Voor Dennis. Hoezo, gaat Dennis ook nog meedoen dan? Natuurlijk niet, die komt pas na het eten. Maar dan kom jij weer terug. Ik ben benieuwd te lang. Is dit nou een lichtgroene? Dan Ik wil hem heel graag terugleggen. Nee, gewoon opeten. Of uitspugen. Oké, dames en heren, dit is snot of juicy pear?
Nou, ik kan je vertellen, ik had er straks snot en die was niet lekker. Ik denk dat ik geluk heb. Ik denk dat je dat verschil toch wel in de gaten hebt. Dus juicy pear. Ja. Nathan die speelde dit spel voor het eerst, die had gewoon 2 keer pech.